Hey allemaal, Reus weer hier. We gaan weer een shoplogje doen. Eigenlijk zijn het er twee. En ik ga zo uitleggen waarom. Het is wel allebei kruidvat. En één ding is eigenlijk niet van mij. Dus de disclaimer is uit de weg. Het begon eigenlijk met... dat ik al 2 jaar heb ik wat dingetjes telkens in mijn mandje zitten. En dan telkens haal ik ze weer eruit. Maar iedere keer weet ik van, ik wil deze dingen gewoon hebben, waarom bestel ik ze niet? En dan is van, ja, maar dan als ik deze neem, wil ik die ook, en dan wil ik die ook. Oftewel, dan wordt het te duur en dan is het van, laat maar, ik doe het een andere keer. Dat is vast heel herkenbaar voor veel mensen, maar goed. Deze keer, het begon deze keer eigenlijk ook een beetje met dit product. Dit is een, even kijken of ik hem scherp in beeld krijg. Dit is kruidvat... Glamorous Gloss Anti-Klitspray. En die wordt gewoon gebruikt door de kleintjes hier thuis. Want zeker de middelste, die had een tijd lang had hij wat langer haar. En hij is heel gevoelig, net als ik. Dat het doet heel snel pijn met het borstelen. Echt heel veel pijn. En dan gaat hij niet zo goed op. Dan is het allemaal huilen. En deze spray samen met zo'n tangler, zo'n borstel, helpt heel goed tegen de klitten, om die door te borstelen. Het maakt het draagbaarder. En dat is voor iedereen veilig. Maar goed, de spray was dus op. En toen zei Wouter van, ja, bla 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 spray. En toen dacht ik van, ja, anders bestel ik hem wel, want ik wil toch nog wat dingetjes hebben. Dus die stond eigenlijk al op mijn lijstjes van, oké, die moet ik halen. Dus dat is alvast één dingetje. Maar het tweede ding waardoor het werd getriggerd, is omdat Binky in de Discord dus een linkje deelde. Of volgens mij een linkje, nee, een foto deelde die. Van Baby Yoda, The Child, Grogu. Die was dus voor 20 euro, ja, 1999 of zo, was die te kopen bij de kruidvat. En ik was van, oh my god, dit is mijn Baby Yoda, maar dan voor de helft van de prijs. Wat is er hier aan de hand? Ik heb er nog één nodig. Nodig. Ik wou heel graag nog een tweede Baby Yoda. Vraag me niet waarom. Ik had zoiets van, is gezellig. 2 stuks in plaats van 1. Maar ja, voor de mensen die mij een beetje kennen en een beetje achtergrondinformatie, is misschien handig voor de mensen die me minder goed kennen. We hadden stiekem al 2 Baby Yodas in huis, want ik had die van mij en toen dacht de oudste van, hey, dat is leuk, dat wil ik ook. Dus die heeft er toen ook eentje gekocht. Ja, en nou had ik dus iets van, oh my god, nog een Baby Yoda. Dus ik had, deze had ik al, deze Baby Yoda. Dit is mijn Baby Yoda. Die heet ook gewoon nog steeds Baby Yoda. Het interesseert me niet wat de echte naam is. Die van mij heet Baby Yoda. Die heb je natuurlijk al vaker gezien in de achtergrond, bij de streams. Het is een van mijn favoriete knuffels. Want het is best hard voor een knuffel. Maar ja, toen zag ik hem dus online en toen dacht ik van, ja, hallo, nou wil ik er nog één. Dus ik heb er nog één. er zijn wel verschillen, best wel wat verschillen. Goed, het idee is hetzelfde en ze zijn allebei legit. Even checken, dit is volgens mij wel de mijne. Ja, dit is wel de mijne. Ik heb ze gemarkeerd, want dat leg ik zo nog even uit. Ik had dus, deze had ik al en toen heb ik deze erbij gekocht. Als je ze van dichtbij ziet, ze zijn wel even groot, dat wel. Maar als je bij deze kijkt, als je dan zeg maar het hoofd induwt, lukt niet echt, het is best wel stevig. Als je hierbij het hoofd induwt, dit is gewoon, dit is, dat is best intens. Het is wel, wat ik al zei, het is echt wel legit en zo. Het is wel de officiële. Maar ik denk dat ze hem op een gegeven moment hebben aangepast, zodat hij wat goedkoper is. Maar ja, je merkt echt kwaliteitsverschil. Deze hoef ik dat niet mee te proberen, die is veel te hard. Daarbij lukt het niet. Deze, dat is zeg maar echt nog zo'n babytje waarbij je, zeg maar het hoofdje is heel gevoelig. Maar toen ik hem kreeg, had ik zoiets van... Dus die ligt? Want je ziet het op camera hier niet heel duidelijk. Maar als je ze zo een beetje naast elkaar houdt... Nee, dat zie je dan bijna niet. Maar deze is echt lichter. En de accenten rond de wangetjes en de ogen... Die zijn ook wat donkerder, wat feller. En ook in de oren. Je ziet het hier. Vergelijk het met de oren van deze. Dit is veel feller.
Dus er is wel echt wel een verschilletje. Maar als je ze los van elkaar zou zien op een foto, dan zou je het waarschijnlijk niet merken. Maar ik vind ze allebei nog steeds heel erg leuk. Maar dit is wel OG Baby Yoda. En voor deze moet ik nog een naam verzinnen. Want Grogu was dus al bezet. Omdat de oudste er dus al één had. Dus ik zet deze eventjes hier. Gewoon even hier gezellig rechts van mij. Hier komt dus deel 2. En waarvoor dus ook die disclaimer was. Nou, mijn oudste had dus al deze. Dit is die van mijn oudste. Hetzelfde harde hoofd, zeg maar. Die kun je bijna niet indrukken. Ja, hier in het midden een beetje, maar... Het is verder een heel stevig hoofd. De accentjes vallen mee en zo. Het is gewoon een beetje dezelfde als wat ik had. Dus dat is die. Maar toen zag de oudste dat ik dus een extra Baby Yoda had. Toen wou die er ook heen. Dus we hebben er nog één. Nou ja, hij heeft er nog één. Maar ik bedoel, in huis hebben we nou dus 4 Baby Yoda's. En bij deze zie je het ook weer. Die roze accentjes zijn behoorlijk fel. Deze heeft ook het wat extra rond de ogen, wat donkerder. En ook weer het hoofd is super mooi, mooi, mooi. Dus, maar goed. We hebben dus wat Baby Yoda's en Grogu's in huis. En nee, ik weet nog niet hoe ze allemaal heten. Ja, nou ja, de oude... Wacht, nee, de oude van de oudste, die heet dus Grogu en mijn oude heet Baby Yoda. En zijn nieuwe, daar ben ik de naam eigenlijk al van kwijt. Ik weet ook niet of die serieus was, maar die heeft al een naam, maar ik moet voor die van mij dus nog een naam verzinnen. Er is wel een grappig verhaaltje, want toen ik het dus had besteld, toen had ik het hem niet verteld. En toen, het was bij het eten... volgens mij was het de lunch of de avondeten, maakt niet uit. In ieder geval, ik had mijn Baby Yoda, de oude, gepakt. En de nieuwe, die had ik uit de verpakking gehaald. En ik nam ze mee vanuit het kantoor naar de woonkamer. En ik ging bij de oudste staan en die zat te gamen en die had zoiets van, wat ben je aan het doen? Een beetje zo van... en het werd hem maar niet echt duidelijk, want hij dacht op een gegeven moment gewoon van... Ze heeft mijn Baby Yoda gepakt, maar waarom? Dus ik ging ermee naar de keuken en ik zette ze ook zo weg in de kinderstoel, want die hebben nog steeds staan. Lang verhaal. En toen had hij zoiets van, wat doet hij eigenlijk in de keuken? En volgens mij was het zoiets van, ja, maar dit is niet Grogu. Want het ging dus over die tweede. Ik had zoiets van, dit is niet Grogu. En toen had hij zoiets van, hoezo niet? Dus toen ging die vervolgens naar boven om te checken of die daar lag. Dus Wouter en ik verstopten die nieuwe vervolgens in de kast. En toen kwam hij vervolgens beneden, toen zag hij alleen Baby Yoda staan. En dat is iets van... En wij deden allemaal alsof er niks aan de hand was. En toen had hij iets van... Wacht. En toen liep hij dus weer weg. Terug naar boven om hem weer weg te brengen. En toen zetten wij die twee er weer terug. En toen kwam hij weer beneden. En toen zat hij weer zo van... Maar ik heb hem net naar boven gebracht. Volgens mij begreep hij hem echt even niet. En dat, ja, ik vond dat veel te leuk. En Wouter ook. Maar uiteindelijk toen... Toen was het een beetje verpest omdat Levi, de jongste, die riep dus zo van... Ja, maar de derde zit daar in de kast. Ja, als Levi zijn mond niet voorbij had gepraat, dan hadden we het nog een paar keer kunnen clearen. Maar het was wel leuk toen hij die reactie zegt van... Huh, een derde, waarom? En toen vertelde ik dus dat hij dus goedkoper was en dat ik het niet kon laten er nog een te kopen... En toen had hij zoiets van, ik wil er ook heen. Dus toen heb ik dat geregeld. Ik heb besteld. Dus daar worden 4. Dus dat is het verhaal van de vele Baby Yoda's. Maar goed, nou ga ik echt verder met de rest van het shopblogje. Ik heb namelijk een hele grote Batiste droogshampoo flacon besteld. Op de site, eerlijk. Oké, toegegeven. Op de site, je ziet niet echt hoe groot dingen zijn over het algemeen. Het is niet alsof er een muntje naast ligt of een banaan. Zo van, zo groot is dit ding, zeg maar. Dus ik had weer droogshampoo nodig. Ik heb namelijk heel snel last van vettig haar. En mijn oude droogshampoos waren op.
zo goed als, best wel eigenlijk. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik ga wel gewoon voor de grote. Het is heel duur, maar ik ga wel gewoon voor de grote, want dan kan ik tenminste ook even vooruit. Ik had dus niet door dat de grote niet het normale formaat was, maar ook echt een grote grote. Want ik dacht dat die kleinere die ze erop hadden staan, dat dat ook echt een soort mini-verpakking was of zo. Dat was het dus niet. Dit was gewoon een grotere verpakking. Maar ja, goed, ik had dus weer droog shampoo nodig, dus ik dacht, dan bestel ik die ook maar gelijk. En verder was mijn oogschaduw primer was weer op, dus toen heb ik deze besteld. Dit is de Waterproof Eyeshadow Primer van Catrice. Ik heb hem al gebruikt, dat zie je natuurlijk niet aan de buitenkant, maar ik heb hem hier al gebruikt, hij bevalt goed. Dus ik denk dat ik die in de toekomst wel vaker ga bestellen, want iedere keer loop ik er tegenaan dat als ik er online naar gaan kijken op de Kruidvat site, dat ze hem iedere keer niet meer hebben of zo. Want ik had eerst die van, volgens mij gewoon van Essence. En idee op zich zijn werk prima hoor, daar niet van. Maar dat is altijd maar de vraag, hebben ze hem? En de kleur daarin verschilt ook wel weer telkens. Dus dat vind ik ook heel storend. Ik heb liever iets wat gewoon consistent dezelfde kleur heeft, zodat ik weet waar ik aan toe ben. Maar die had ik dus weer nodig, dus die heb ik bijbesteld. En jullie zien mij natuurlijk meestal met eyeliner op. Ik heb graag eyeliner, dus ik heb weer een nieuwe eyeliner besteld. Ook weer van Catrice. Dit is de, volgens mij Dating Joe Black. Ja, dus dit is wat ik meestal ook draag. Dus die vind ik fijn, want je hebt ook van die beetje stiften, van die pennen zeg maar, die je dan kunt gebruiken. Kan ik ook heel goed mee werken, maar die kunnen best wel smudgen. En daar kan ik niet tegen. Dus dan gaat het zeg maar afgeven op mijn ooglid hier. Ik heb natuurlijk een beetje overhangende oogleden. Dus als ik een normale blik heb, dan raakt dat elkaar. En als dat op een gegeven moment gaat afgeven, dan krijg je dus hier van die donkere vlekken. Die niet onderdeel zijn van mijn ooglok. Dus dat kon ik niet hebben. Dus ik ben toch maar weer teruggegaan naar de klassieke eyeliner. En dan doe ik het gewoon met een kwastje. En dan moet dat gewoon even drogen. Maar dat werkt voor mij het beste. Ah, nou hield het dus niet op. Nu gaan we dus naar... jullie hebben het misschien al gezien. Ik heb een andere ooglok dan normaal. Ik ben nog een beetje aan het experimenteren. Maar ik was toen aan wat nieuwe kleuren. Dus ik heb wat oogschaduwpaletten gekocht. En dit is er eentje van. En je kunt zien, ik heb hem al een beetje gebruikt. Maar hij bevalt echt heel goed. Ik was een beetje huiverig om dit te bestellen. Want ik dacht, ja... straks dan is de kwaliteit niet zo of zo. Maar ik moet zeggen, tot nu toe, hij bevalt echt heel goed. Wacht, ik ben hem aan het openmaken, momentje. Omdat ik deze natuurlijk al heb gebruikt, kan ik hem even laten zien. Maar dit zijn de kleurtjes. En je ziet precies welke ik al heb gebruikt natuurlijk. Want daar ben ik al met het kwastje in geweest. Deze heb ik allemaal al een keer gebruikt. Ik heb deze al een keertje gebruikt. Die... En deze twee. Om verschillende ooglooks mee te proberen. Dus één keer wat meer een beetje oranje. De andere keer wat rooiger en zo. Maar deze bevalt echt super goed. En ze zijn ook groter dan dat ik ze had verwacht. Ik had ze eigenlijk ietsje kleiner verwacht of zo. Dus daar is niets over te klagen. Maar ik ben oprecht, ik ben fan. Ik heb jarenlang wat goedkopere oogschaduw gebruikt van volgens mij W7, W7 of zo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar volgens mij is het een Brits merk, ik weet het niet zeker. Maar op zich prima, alleen een beetje meer wel met de dekking en zo, dus moest ik wat meer gebruiken. En op een gegeven moment raak je datzelfde kleurenschema ook wel een beetje beu, dus ik was toe aan iets anders. Nou, deze heb ik dus nog niet gebruikt, maar deze heb ik ook genomen. Met best wel wat metallic kleurtjes en glittertjes erin. Ik heb hem nog niet opengemaakt, dus ik ga ook niet echt reviewen hier nou of zo, maar deze ben ik ook wel erg nieuwsgierig naar. Ik hou namelijk wel een beetje van een shimmertje in mijn oogschaduw. Ik ben niet heel erg van het matte. Dat mag op sommige plekken wel, maar ik hou wel als van een beetje shine is. Omdat ik natuurlijk... Ik heb voor een deel altijd mijn eyeliner eroverheen. Dus dan is het leuk als er ergens nog iets van een sparkeltje zit, dat het een beetje eruit springt. Dat het niet alleen maar een beetje meh erachter is. Snap je? Ja, oké. Okay. Goed verhaal dit. En de klapper. Ik noem hem even de klapper, want het is echt wel een groot ding. En ik had niet verwacht dat hij zo groot was. Maar ik heb dus deze palette ook gekocht. En... Deze sprak me heel erg aan, want al die kleurtjes. Oh my god. Ik wou namelijk een tijdje geleden met carnaval
en met de Animal Crossing, de, hoe heet het ook alweer, de festival. Toen wou ik een regenbooglook maken. En dat ging niet, want ik had die kleuren niet. Dus ik kwam niet veel verder dan roze en blauw. En dat was dan nog een wonder dat ik die kleuren nog überhaupt nog had. Maar de roze die dekte echt voor geen meter. En de blauwe was ook niet de beste kwaliteit. Maar deze zit dus ook al een jaartje of twee of zo telkens in mijn winkelmandje. En telkens acties van, zal ik het doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Ja, ik wil hem wel. Andere keer. En nou heb ik het eindelijk gedaan. Dus, en dit is hem. En hij is wel echt wow, zeg maar. Oh, sorry van de ringlight, maar... Ik ben echt super nieuwsgierig hierna. Dus ik wil hier een keer een hele leuke ooglook mee gaan maken. Misschien wel meerdere, maar ik bedoel... Ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Maar ja, dat was het wel. Gelijk ook van mijn kruidvat shoplogje. Hij is op zich lang genoeg geworden. Maar dat komt natuurlijk ook door het Baby Yoda verhaal. Dat moest er even in. Want dat hoorde gewoon echt specifiek bij deze video. Dus ja... ik hoop dat jullie het een beetje een leuk shoplogje vonden. Ik heb niet heel veel gekocht, maar de dingen die ik heb gekocht vind ik wel heel leuk. Ja, op misschien de sprayna, die vind ik niet per se leuk, maar dat is gewoon zo'n dingetje, dat heb je dan nodig. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Bedankt in ieder geval weer voor het kijken en ik zie jullie graag weer in de volgende video terug. Doei doei!